Oké, okay, dag iedereen. Sven van Hoeken hier voor een korte uitleg van ja, jullie opdracht van vorige week eigenlijk. Ik hoop dat iedereen de experimentjes leuk vond, want we gaan dat opnieuw herhalen. Um, maar dus nu eerst een korte herhaling van coördinatie van stelsels, die nog niet iedereen gemaakt heeft. Ik denk dat WSTB die nog moet maken. Uh, en dan fotosynthese. Dus. Bij coördinatie van stelsels hebben we verschillende hoofdstukken gezien. We hebben spijsverteringsstelsel, ademhalingsstelsel, uitscheidingsstelsel gezien. We hebben trouwens ook transportstelsel gezien, die we het best hier kunnen voorstellen als een vrachtwagen. Weet dat transport, daar staat bloedplasma staat in voor een deel van het transport en rode bloedcellen. Als je dat niet meer weet, dan moet je daar dringend nog eens naar kijken. Oké. Okay. Maar dus, alles wordt vervoerd door ons lichaam en we krijgen bepaalde stoffen binnen via spijsvertering, via ademhaling, uitscheiding. Daarmee brengen ze we weer naar buiten. Waar voeren we die naartoe? We voeren die naar de cel en de bedoeling is uiteindelijk dat in onze cel, die we kunnen zien als een klein oventje, dat daar energie wordt geproduceerd en daardoor kunnen wij blijven leven. Dus dat is zeer belangrijk. Wat krijgen we allemaal binnen? Of wat is eigenlijk het proces dat hier aan de gang is? Aan de ene kant krijgen we via spijsvertering allerlei stoffen binnen, eiwitten enzovoort. Maar voor dit specifiek proces om energie te leveren hebben we energieleverende stoffen nodig. En de meest voornaamste energieleverende stof die we in dit voorbeeld gaan gebruiken is suikers, of dus in dit specifiek geval glucose. Ja, je hebt ook nog andere soorten suikers, dat is een detail. We gaan ook bij, via ademhaling gaan we een bepaalde stof in onze cellen krijgen, waardoor dat we verbranding kunnen doen. Zonder zuurstofgas kun je nooit iets verbranden. Ja? Dus we hebben altijd zuurstofgas nodig bij een verbranding. Ook bij om te even welke andere verbranding, maar dus ook binnen in de cel. Dus we krijgen een celverbranding en de energie die we nodig hebben. En dan komen er twee afvalstoffen tevoorschijn: koolstofdioxide en waterdamp. Koolstofdioxide. Dat moet zo snel mogelijk uit ons lichaam. Uh, dat is helemaal geen goede stof en dus we ademen dat uit. Waterdamp, of dus eigenlijk water, dat kunnen we uitademen. Dat is op zich wel een nuttige stof. Uh, Herinner u uitscheidingsstelsel de nieren. Als het een nuttige stof is en het kan nog gerecycleerd worden, dan wordt het terug in het bloed uh, opgenomen. Wel, dus uh, waterdamp, eventueel neemt uw lichaam het terug op of eventueel. Adem je uit of zweet je het uit, daar kan. Hè. Maar dus, dit is de samenhang van de verschillende stelsels die we hebben gezien. En voor de mensen van het WSTB, jullie kunnen dus daar het schema verder aanvullen. Oké, okay. maar we gaan nu dit schema gebruiken in onze volgende slide. Dus ja, de vrachtwagen die mag weg. Dus we hebben dit schema: glucose, zuurstofgas, er wordt energie vrijgemaakt in de cel. Koolstofdioxide en waterdamp zijn de reactieproducten. Bij een plant, of bij eigenlijk elk organisme met, een, met bladgroenkorrels, kan er fotosynthese optreden. En waarom zeg ik niet specifiek een plant? Omdat bijvoorbeeld plankton, dat in de zee zit, die, een plankton, heeft ook... Um, Bladgroen korrels, of ook bladgroen in ieder geval. En kan dus eigenlijk ook aan fotosynthese doen. Dus het is niet dat het allemaal van de bomen komt. Ja. Maar bon, dus fotosynthese, dat is opnieuw een proces. En nu, wat blijkt? Wel, de koolstofdioxide wordt opgenomen door, laten we nu even een plant zeggen, door de plant. Eh, en ook de waterdamp, ik kon het niet laten om hier een deftige animatie bij te plakken, eh, wordt opgenomen door de plant. En de plant die gaat daar iets mee maken, maar die kan dat niet alleen. Hij gaat daar namelijk glucose en zuurstofgas mee maken. Nu, zuurstofgas hebben wij nodig, glucose hebben wij nodig, en je ziet dat eigenlijk deze cyclus hier gewoon telkens weer doorgaat. Nu, glucose is een energierijke stof, terwijl dat koolstofdioxide en waterdamp, koolstofdioxide en waterdamp, zijn helemaal niet. Maar echt niet energierijk. Dus van waar komt de energie die in de energieleverde stof glucose zit? Wel, dat komt uiteraard van de zon. De zon die gaat stralen, en straling is energie onder de vorm van golven. En de plant zal die energie opvangen en gaat daarmee glucose maken, en zuurstofgas ook. En het tweede wat die gaat doen, of het tweede voorwaarde die zal hebben, je zal ook, zal ook dus licht nodig hebben van de zon, maar wij kunnen geen glucose- en zuurstofgas maken, anders zou het wel tof zijn. Wij vangen ook zon op, maar wij kunnen dat niet, omdat wij dus die bladgroenkorrels ontbreken. Dus wat je hier aan de voorkant staan hebt, deze vier, dat zijn uw nodige voorwaarden om aan fotosynthese te kunnen doen. Je moet bladgroenkorrels hebben. Je moet... Zonlicht kunnen opvangen. En je moet koolstofdioxide op een of andere manier kunnen opnemen en waterdamp van hetzelfde. Nu, waterdamp heb ik hier laten staan, omdat dat van die tekening komt. Maar de plant gaat uiteraard veel van zijn water via de wortels optrekken. Dus daar is het woord damp nu een beetje overdreven. Maar goed, ik laat het erbij staan. Het is zo duidelijk. Ja. Dus fotosyntheseproces is het tegenovergestelde van de. Eh, energieproductie in de cel. Nu dat je dit weet, en dat je weet dat deze vier voorwaarden ook de voldoende zijn, dus koolstofdioxide, waterdamp, zonlicht en bladgroenkorrels, kun je ook de oefeningen op bladzijde 131, 132, denk ik, uh, verder oplossen. Goed, ik hoop dat het dit duidelijk was. Uh, stay safe, en tot de volgende keer. Daar.